De ceremonie was vandaag omdat wij terug zijn op Aruba. En ter hoogte hier van deze kust is op 19 juli 2020 Erwin Warnies en zijn collega Christine Martens bij de vlieger van de marinehelikopter tijdens een crash verongelukt. Ja, wij hadden al vele jaren het plan om naar Aruba te gaan, maar vanwege de corona hebben we dat uit moeten stellen. En wij hebben ook een heel goed contact met de familie Sixto Vrolijk. En die wilden wij ook bezoeken. En dan gelijk Erwin herdenken op deze plek. En wij hebben via de marinekazerne, de contactpersoon daar, René de Boer, hij heeft ons geholpen om het contact zoals vandaag deze ceremonie voor te bereiden. Ook samen met Sixto en de pastor Jaro. Erwin was als jongen, als mens, als kind voor ons, als familie, ja, en ook als broer. Want hij heeft nog een broer en een zus, een fantastische jongen. Hij heeft in zijn jeugd hebben we heel veel plezier met hem gehad. Waardoor wij ook terug kunnen kijken op Erwin als mens, maar ook later toen hij groter werd en hij ging doorleren. Hij heeft de middelbare school gedaan en later de hoge zeevaartschool en later ook de hoge opleiding bij de marine. Maar Erwin is altijd de Erwin gebleven zoals hij was. Erwin als mens. En zo hebben wij hem ook geprobeerd op te voeden. Dat vooral de menselijkheid belangrijk is. Ook die menselijkheid hebben wij ook gemerkt in zijn leven als vader. Want hij heeft een dochtertje van 5 jaar, Fleur. En hij was zo super trots op zijn dochtertje. En daar moeten wij vaak aan terugdenken.